ben hier in Varanasi in India. Dat is een van de oudste steden ter wereld. Waar duizenden pelgrims elke dag komen om zich te ontdoen van hun zonden in de heilige rivier de Ganges. Varanasi gaan leven en dood samen. Aan de ene kant worden offers gebracht voor een beter leven. En even verderop worden de lichamen van overleden mensen gewassen in het water en gecremeerd langs de kade. Hun as wordt uitgestrooid over de Ganges. En dat is het hoogst haalbare voor een echte hindoe. En als toerist mag je kijken, maar je mag geen foto's maken. Vanavond vinden er ceremonies plaats hier op de kade. Een bijzonder schouwspel waar echt duizenden mensen op afkomen. Iets wat je absoluut niet mag missen. Die beruchte Delhi Belly, die hadden ze beter de Varanasi Belly kunnen noemen. Want je loopt hier geheid iets op. Ja, ik denk, die buikloop, die hoort er nou eenmaal een beetje bij. Dus je kan hem maar beter accepteren en gewoon genieten van deze waanzinnige stad. In Varanasi is zoveel te zien en te beleven, dat kan ik echt niet vatten in een video van 2 minuten. Dus mijn advies, kom het met eigen ogen bekijken. Hey, psst. Vergeet niet om je te abonneren voor meer video's.